Welkom allemaal, mijn naam is Nicole van Eten. Ik ben docent op het Dendron College. In het vaste rollendebat is de stelling: er moet een jongerencentrum komen in Horst aan de Maas. Ja, wij willen graag met z'n allen een jongerencentrum voor Horst aan de Maas. Omdat jongeren op dit moment geen vaste plek hebben waar ze terecht kunnen voor een gezellige avond met leeftijdgenoten. Wij denken dat nog meer jongerencentra alleen maar ertoe leiden dat de bestaande jongerencentra niet meer overeind kunnen blijven. Bij een jongerencentrum willen we niet alleen bijvoorbeeld een soort uitgaansavond dat er gewoon leuke muziek gedraaid wordt en dat je met vrienden kan afspreken. Een jongerencentrum is ook erg cruciaal om gewoon sociale contacten te onderhouden. En we weten uit de realiteit dat het ene vaak ten koste gaat van het andere als we het hebben over geld en begroting en financiën. Dus eigenlijk is de concrete vraag: wat moeten we dan niet gaan doen zodat we dit wel kunnen doen? Dit is het switchdebat. De stelling is: jongeren moeten meer betrokken worden bij de lokale politiek. Volgens mij zijn jongeren uitermate geïnteresseerd in politiek en helemaal in het voeren van een debat. Lina. Ja, dat zul je inderdaad denken als je ons ziet. Echter zijn wij allemaal gedwongen om hierheen te komen, helaas. Dus ja, dat is een beetje jammer af en toe. Nou, ik denk dat voor ons het op het begin ook allemaal nieuw en lastig was om daaraan te wennen. Dus dat hebben wij ook moeten leren. En juist het feit dat er nog zo'n jong brein achter zit, geeft juist die kans om te leren. En nou gaan we dat meteen even omdraaien. Dat tedere brein van de jeugd, dat heeft natuurlijk ook een grote kans om in zo'n tijd misschien wel helemaal verknocht te raken en helemaal de verkeerde kant op door te slaan. Dus we moeten de jeugd beschermen en niet zo'n zware taak geven om zich met de politiek bezig te houden. Betekent dat in deze ronde alleen de 2-tegen-2 debat, dat dat debat nog over is? De provincie Limburg moet meer samenwerken op het gebied van de jeugdzorg. De provincie Limburg moet inderdaad meer samenwerken op het gebied van de jeugdzorg. We hebben in 2015 meegemaakt dat vanuit de provincie werd de taak bij de gemeentes neergelegd. Dit heeft heel veel problemen met zich meegebracht. Onder enorme financiële kosten, in lange wachttijden. Ja, hier moeten we iets aan veranderen en blijkbaar was het vorige systeem beter. Dus ja, dan moeten we maar even tijdelijk terug naar dat systeem voordat we iets beters hebben gevonden. Zou het misschien niet zo zijn dat als we weer terug zouden gaan naar het vorige systeem, dat er juist meer wachttijden komen omdat er een hele regeling wordt omgegooid? Maar we maken wel bekend wie volgens de jury de beste debater van vandaag is. En dat is vandaag geworden Lina. Lina, ik mag jou feliciteren. Jij bent de beste debater in dit jongerendebat geworden. Lina, proficiat met je overwinning. Hoe vond je het debat gaan vandaag? Dankjewel. Ja, ik vond dit moeilijker dan andere debatten die ik vaker heb gehad. Vooral omdat ik iets minder voorbereiding heb getroffen. Maar ik vond het vooral heel erg leuk en leerzaam. En het is altijd leuk om hier in Horst bij de raadsleden aanwezig te zijn. Wat is het belangrijkste wat je vandaag geleerd hebt? Nou, hoe we goed moeten debatteren, goed inlevingsvermogen en vooral interesse tonen bij de politiek natuurlijk. Wat vond je het mooiste onderwerp van deze middag? Oh, dat is echt wel lastig. Ik denk dat een jongerencentrum, waar we het als eerste over hebben gehad, is zeker heel belangrijk. Want dat is iets wat ik in mijn omgeving hoor, op school hoor, dat heel veel mensen daar een behoefte aan hebben. Dus ik denk dat ik daar wel heel goed de jeugd van tegenwoordig heb kunnen vertegenwoordigen. Wat vond jij het lastigste tijdens dit debat? Ik denk dat het reageren op andermans argument het moeilijkste was. Want vooral als je geen achtergrondkennis daarover hebt, is het wel een beetje moeilijk om gewoon een normaal antwoord te kunnen geven. Ja, ik denk vooral, die stelling met de agrarische sector, die was wel moeilijk. Ook omdat wij dan natuurlijk wat minder verstand van hebben. Het was wel moeilijk om daarbij op in te springen. Heb je zin om straks een keer in de politiek te gaan? Nou, ik weet niet of dat per se voor mij is, maar debatteren zo vind ik wel echt ontzettend leuk. Wel voor mij.